dat jurkje moet je nemen. Oké. Zwangere moeders zijn heel leuk als je ze maar zegt, hey mama, kijk dit dan. Goedemorgen. Sorry. Over die. Goedemorgen. Het is dinsdag en begin de dag met een rathandstand. En dan blijft dat flauw, maar het lukt me niet. Oké, een ratarbier. Een ratarbier dan. Hallo, good morning. Daar zijn we dan weer op de dinsdag. Ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel te melden volgens mij vandaag. Het regent en ik ga een theetje zetten en dan ga ik even editen. Stofzuigertje door het huis halen. En ja, administratie. En die administratie die doe ik altijd het liefste eventjes in één keer alles achter elkaar. Gaat super snel de tijd. Oh, vooral als je dus een soort van verlof hebt en niet zoveel hoeft te doen. Dan gaat de tijd zo snel. Echt zo snel. Af en toe dan denk ik echt van, wat? Is dat het einde van de dag? Dus ja, dat dus voor vandaag. Many unbearable hours later. Ik ga nu even eten maken. Zodat als Jola straks terugkomt van turnen, dat dat gewoon al klaar is. Dat ik me daar niet meer mee hoef te bemoeien. En dat ik gewoon zelf naar bed kan gaan. Of in ieder geval kan gaan liggen op de bank of boven. Weet ik nog niet. En dan ga ik soep maken. En dat is wel lekker makkelijk. Staat dat gewoon klaar voor ze. Goedemorgen! Het is woensdag en we beginnen de dag met een ratslag. We gaan zo meteen lekker gezellig naar de verloskundige en we gaan vandaag met z'n allen. Dus dan gaan we even horen of die nou al is ingedaald. Of er nog nieuws is. En we moeten niet vergeten te vertellen dat we het kitje hebben voor de stamcellen. En wat moest ik nog meer vragen? Oh ja, of ik nog mag zwemmen. Dankjewel, joh. Zwangerschapsupdate. Ja, laten we dat meteen maar vandaag doen. Die zwangerschapsupdate. You never know of we die 40 wel halen. En of we die maandag wel halen. Dat we normaal altijd de zwangerschapsupdate. Oh, ik moet van Jola nu ook op de weegschaal gaan staan. Maar maandag is nog niet zo lang geleden. Toen was het 82. 82? Ja. En nu is het 82,7. Week 39 van. Welke klusjes wil jij nog doen? Welke klusjes wil ik nog doen? Mijn administratie. Oké. Heb je wat extra? Te eten in huis voor tijdens de bevalling, zoals druivensuiker voor extra energie. Ja, taart. Dat gaan we vandaag halen. Weten jullie nog dat ik een vriendin heb die maar één dag verschil van mij zwanger is? Die is nu hier in het ziekenhuis aan het bevallen. Dat is gek, hè? Gek idee, hè? Ja. Ja, en we hebben net haar vriend even gezien. En ze heeft nu 4 centimeter aansluiting. Nee, 2 tot 4 heeft ze. Ja. Dit is het kraamhotel. Schattig, hè? Nou, update van de verloskundige. Het gaat allemaal hartstikke goed. En van de indaling is het nu inderdaad zo dat hij wel een klein stukje is ingedaald. Of dat je dat echt ingedaald noemt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij ligt de goede kant op. En hij zit een beetje bij de bekken, maar hij zit nog niet vast in de bekken. Dus het heet nog niet echt ingedaald, maar hij gaat de goede kant op. En verder hebben we alles doorgegeven. En ik heb gevraagd over zwemmen. Of dat gewoon nog kan. Want ik had gehoord dat je daar dan infecties van krijgt. Als het al een beetje open begint te staan. Maar dat is niet zo. Dus ik mag gewoon in principe nog naar zwangerschap zwemmen. Maar dan moet ik hem wel nog even vasthouden tot vrijdag. Zo, we zijn weer bij de supermarkt. We gaan weer even boodschappen doen samen. Hè? We gaan ervoor. Oh ja, en Jola die heeft haar Bart Smit kaarten van de verjaardag nog. Dus die gaat ze uitgeven. Zo, helemaal volgeladen en op zoek naar Jola. Want die is in de Bart Smit. Mag toch hopen dat ze inmiddels wel iets uitgezocht heeft. Mag toch
toch hopen dat je nu eindelijk wel iets gevonden hebt. Oh, je moet nu echt kiezen. Ja. Jee. Volgende stop nog heel eventjes bij de Noppes om te kijken of we nog iets kunnen maken, gebruiken voor een foto die we willen maken. Deze ga ik niet kopen, maar ik wil wel maken. Kijk hoe dat merk heet. Geniaal. Gold Digger. Gold Digger. Hoe leuk is dit jurkje? Ja. Dan zie je die buik tenminste leuk in. Het past echt goed. Oké. Okay. Dat jurkje moet je nemen. Even een paar foto's gemaakt en nu op naar de volgende stop. En dat is alleen nog even de bibliotheek en taart halen. En dan wil Jola snel naar huis, want die is heel erg benieuwd naar haar friends. Lego friends. Ja, ik zeg zo, ja, de vloers zijn heel leuk als je ze maar zegt, hey mama, kijk dit dan. Ah, taart. Deze. Taart, taart, taart. Slagroomtaart. En eitjes. Appelbroodjes. Moeten we nog even vertellen dat de baby van Celine net geboren is! Ja! Ze heeft het super snel gedaan. Alea. Sorry als ik het niet goed uitspreek, want ik heb het toch niet gehoord van haar. Maar Alea. Alea. Ik vind het heel erg mooi. Ja. We hebben ook een foto gezien van het kindje. Ja, echt prachtig. We zijn zo trots en dat ze het ook zo snel heeft gedaan, hè? Ja. Wauw, vanochtend waren we er nog en toen had ze nog maar tot 2 tot 4 centimeter ontsluiting. En nou, ik weet niet hoe laat ze precies bevallen is, maar die foto die kregen we al om 12:30. Ja, ze heeft echt super snel gedaan. Oh. H&M bestelling is ook weer binnen. Ik heb nog steeds last van de bestelleritis. Maar dat komt ook door het weer, denk ik. Altijd als het weer een beetje zonnig begint te worden, dan krijg je zin om allemaal zomerdingen te kopen. En al mijn zomer, nou ja, zomerdingen. Iets luchtigere dingen, iets meer dingen met felle kleuren. Die liggen allemaal op zolder. Dus dan maar nieuwe bestellen. Een soort omslagtopje. En ik dacht, dat is mooi, want ik kan er ook gewoon, als ik borstvoeding geef, makkelijk opzij doen. Dat is ook leuk met die buik. Ja, maar het komt omdat het een beetje een raar topje is wat eronder zit. En dan gewoon een standaard basic. Heel, heel it is. Vinden jullie hem ook leuk? Nou, er moet nog een beetje vulling uit hoor. Opladertje. En deze broek, maar die kan nog niet aan. Die pas ik nu nog niet. Eten maken en we eten nog steeds Hello Fresh. Ik ga deze maken. Bart en Jola die houden alleen niet zo van vis. We eten ook eigenlijk bijna nooit vis, dus die vervang ik voor deze vegetarische burgers. Nee. Heel duur restaurant. Bart vindt mij een Obelix. Hoezo? Ik heb alleen maar een hele dikke buik met zo'n broek. We gaan lekker een filmpje kijken. Hoe heet Only die? The Brave. Only the Brave. En we hebben spritzel. Dat heb ik echt in jaren niet gegeten, deze koekjes. Ze zijn echt spritzen. Heel lekker. Spritzen. Koekjes. Oh. We hebben net na het gezonde avondeten, redelijk gezonde, twee stukken taart gegeten. Beetje erbij. Het is echt op en top genieten op dit moment gewoon. Inderdaad. Who cares? Let it all go. Heerlijk. We hebben het verdiend gehad. We hebben nu al een beetje rust verdiend hoor. Ja. Zeker. Vooral jij. Vooral ik inderdaad. Vooral jullie. Ja.
Dus nou, dat was het voor de vlog voor vandaag. Ik sluit hem meteen af, want morgen ga ik lekker even een dagje niet vloggen. En dan zie ik jullie vrijdag weer. Dankjewel voor het kijken. Niet vergeten te abonneren, dat is gratis. En blijf je ook op de hoogte van alle extra video's. Bye bye! Rock that joint.